In werkelijkheid behoren alle honden tot een geheime organisatie met de opdracht de mens voor het slechte te behoeden. Dit zijn hun verbazingwekkende verhalen. Dit zijn de geheime dossiers van de Spy Dogs. Hier moet u echt naar kijken. Vanavond exclusief bij Ferret Network Alien Controller. De waarheid ligt daarboven. De Oxfiles. Schokkend maar waar. Als dieren reddingswerkers aanvallen. Turbo Rangers. Spannende avonturen en onverschilligheid. Alleen op de Ferret Kinderzender. De meest coole sport hier bestaat. Curling. Exclusief op Ferret Sports. Zoals je ziet, Ralf, is de situatie kritiek. Iets zorgt ervoor dat mensen meer televisie kijken. Meer dan anders. En het beïnvloedt dappere honden overal. Gras wordt niet meer gemaaid. Bakjes niet meer gevuld. Het is tragisch. Weet ik, zelfs mijn gezin zit voor de televisie als een stel zombies. Ralf, inlichtingen wijst naar het Ferret-netwerk als de schuldige. Jouw opdracht is, infiltreer in het dagelijks bestuur van Ferret-netwerk en maak een einde aan haar verraderlijke programmering. Succes. Doc Zero, over en uit. Kleine kindertjes die nu kijken, wees niet ongerust over deze dame. Dat weet je, ze is geen dame. Ze is mijn vrouw. Maar eigenlijk ook weer niet. Ze is de nieuwe Uitzendkracht 3000. Een zeer geraffineerde secretaresse en Ralfs ingang tot Ferret Netwerk. Waar is mijn assistente? Als hoofdmanager van Ferret Network, de best bekende in is... Wil ik een assistente? Ik moet een uitzendkracht hebben. Nou, dat werd tijd. Dit voelt veel beter. Mag ik wat vragen? Meneer, wat moet ik doen? Berg die papieren maar op. 1 april, de kijkcijfers van Network omlaag. Bedrijf wordt bedreigd met vijandige overname. 2 april, Ferret Network trekt marketingbollebozen aan voor nieuwe programmering. 3 april, plotseling succes. Ferret Network schiet als raket naar de top. 4 april, kijkcijfers reizen de pan uit. 5 april, Ferret weer nummer 1. Hoogste kijkcijfers in de geschiedenis van de televisie. En dit allemaal sinds die gasten zijn ingehuurd. Ik denk dat ik er maar eens op visite ga. Mag ik even, meneer? Zou u mij misschien willen voorstellen aan uw staf? Ik heb het best druk, maar waarom niet? Kom maar mee. Juffrouw, wat uw naam ook is. Dit zijn mijn programmerings- en marketingsadviseurs. Door hun stegen onze kijkcijfers met 600%. Ik weet ook niet hoe, maar dit zijn Chad, Ted, Brad en Seymour. B-I-N-G-O, bingo. Goed zo, mensen. Vooral zo doorgaan. Ik denk dat ik wat multinational aandelen ga kopen. Angus, ik weet waar het probleem zit. Neem jij de uitzendkracht maar over. Ik ga de boel van dichtbij bekijken. Laat staal meteen hierheen komen. Kom, ik stel je voor aan de boekhouders. Dit zijn een stel clowns. Compleet gestoord. Dat kapsel staat erg goed. En Ted, ga je zaterdag ook mee golven? Brad wel. Tuurlijk. Trek de broek hier maar aan voor de Kappa Epsilon Phi-wedstrijd volgende maand. Nou, ga jij alvast maar. Ik moet nog paperclips halen en wat tipex. Hey, kijk dan! Staal, dit is Ralf. Hoor je mij? Ja, Staal hier. Zet je visscherm op de alfa-frequentie. Heb je eerder zo'n masker gezien? Wat zijn ze? Tovenaars? Ja, maar ze noemen zich spirituele doktoren. Het eerste soort. Het
zijn universiteitsshamanen. Is het shamaan of shamaan? Jij zegt aardappel, ik zeg pieper. Maar wat je ook doet, wees voorzichtig. Ze zijn keihard. Dit gaat ganz leuk worden, ja? Ik ben er met een minuut. Vind hun hoofdkwartier. We moeten het vernietigen. Maak eens voor, Chad. We moeten onze magnetische formule weer oproepen en opladen. Tuurlijk. Goed, we kunnen beginnen. Omdat Ferret Network haar publiek in de ban kan blijven houden, gaan we een kip offeren. Oeh, een kip offeren. Oh, als dit maar goed gaat. Heren, offer ze. Ik offer graag een knappere gedij. Ik offer graag de vleugels en het vel. Zeg, geef me de aardappelpuree eens aan om te offeren. Geef mij maar een honingkoek om op te eten. Ik bedoel, te offeren. Ik ben in het gebouw. Ja, ik hoor je. Ik geloof dat ik in hun hoofdkwartier ben. Oh, dat is mooi. Ik zie een signaal. Ik ben er met een minuutje. Zo, laten we de televisie met een beetje zombie-hypnose bestoken. Leuke grot. Ik zag dit al eerder, maar beter en mooier. Oonga bonga, TV Junga. Oonga bonga, TV Junga. Staal, je moet opschieten, ze beginnen. Wat moet ik doen? Meedoen, ik ben er bijna. Oonga bonga, TV Junga. Oonga bonga, TV Junga. Oonga bonga, TV Junga. Ik bedoel, TV Junga. Bonga, TV. Nog eens, la la la. Oonga bonga, TV Junga. Oonga bonga, TV Junga. Oonga bonga, TV Junga. Staal, er is hier een indringer. Wie ben jij? Nou, ik ben Chad Slotver. Nou, maak je niet zo druk, man. Als jij Chad bent, wie is die vent dan? Grijp hem. Ralf, ik zit boven je. Sluit je ogen. Ik gooi een flitsbord. Wat nu? We vernietigen hun symbool van hypnotische kracht met deze paranormaliserende bom! High tech! Vraag, opblazen en we gaan naar huis! Wat is hier nou weer aan de hand? Medewerkers mogen hun kantoor helemaal niet herinrichten! Pardon meneer, maar het zijn tovenaars! Tovenaars? We noemen onszelf lieve spirituele doktoren. Ik noem jullie lieve werkeloos. Ga weg. Ik leid een eerlijk bedrijf hier. Wat moet ik nou toch bedenken voor mijn nieuwe programmering en marketingplan? Excuseer, meneer Thomas. Ja, juf, vrouw. Er zijn meerdere programma's die ik wil voorstellen voor een nieuw en geweldig seizoen op de Ferretzender. Korrel en Tuin. Ellie McBeagle en mijn persoonlijke favoriet, Power Pups in Kills. Interessant. Ik denk dat wij er wel uitkomen. Als jullie voor ons dezelfde kijkcijfers kunnen bereiken als bij Ferret Network, dan hebben jullie de deal. Nou, ik denk dat we dat wel voor elkaar gaan krijgen, mevrouwtje. Ze gaan het weer doen. Dit wordt moeilijker dan we gedacht hadden. We moeten een definitieve oplossing zoeken. Er moet geen tv meer worden gekeken. Dit is Dog Zero. Laat de mens geen gevaarlijke tv-programma's meer kijken. Vernietig als het moet de afstandsbediening. Herhaal. Vernietig de afstandsbediening.